ben Wiese Vos, ik ben 15 jaar en ik doe aan kanosprint. Het begint met gewoon een rondje varen over het water, door het veld heen, een beetje om je heen kijken naar de mooie lucht en een zonnetje. En uiteindelijk probeer je dan steeds harder te gaan varen en op een gegeven moment kom je erachter dat het steeds harder kan en dan lukt het steeds harder te gaan en jezelf verbeteren en dat vind ik nu het leukste nog aan kano. Ik train in de week ongeveer 11 uur op normale weken en op weken waar ik in Amsterdam train dan ben ik ook soms één weekenddag en anders een hele weekenddag van 9:30 tot 4:30 kwijt. Ik zit op een topsportvriendelijke school, het Sanas Lyceum. Het huiswerk red ik meestal nog net tussendoor en anders doe ik dat in de les. Als je de volgende dag de toets hebt, dan denk je wel, oh ja, ik moet ergens tussendoor ook nog leren. Dus qua planning is het af en toe nog wel opletten met wanneer je moet trainen. Het grootste deel van mijn klas weet wel dat ik veel train en dat ik kano. Maar wat ze precies doen, dat weet niet iedereen. Maar dat hoeven ze ook niet te weten. Als ik 's ochtends na het zwemmen met natte haren binnenkom, dan denkt een deel, het heeft helemaal niet geregend. Hoezo heb je natte haren? En een deel denkt dan, oh, je hebt weer gezwommen. Ik heb zeker nog wel tijd over om wat leuks te doen af en toe. Ja, wel minder dan anderen. Dus af en toe om een wedstrijd laat ik een verjaardag schieten. Of dan is er een schoolfeest en dan moet ik de volgende dag trainen. En dan denk ik, nou ja, toch maar niet. Maar ik doe genoeg leuke dingen. Ik haal meestal uit het trainen, en de wedstrijden zelf zijn heel leuk. Daar haal ik meer uit soms nog dan een verjaardag.